Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk en voor ons als familie teleurstellend. Hoe voel je je Ja, je mag best weten dat, dat mijn hart nu eigenlijk leeg is. Stiekem had ik er wel rekening mee gehouden, hè, dat die rechter het niet aan zou durven om lijnrecht tegen de conclusies van haar eigen politieapparaat in te gaan. Maar ergens hoop je toch dat ja, de common sense zegen viert en dat zij ja, gezien al het bewijsmateriaal wat langs is gekomen tijdens de 22 sessiedagen, niet anders had gekund dan de juiste conclusie, namelijk doodslag, te trekken.